was net een beetje stress. De vrouw, of er was een vrouw op de neemvlucht, die was haar paspoort kwijtgeraakt. En wanneer iemand zijn paspoort kwijtraakt, ga je niet Dubai in. Dus dat betekent dan dat wij die persoon weer mee terug moeten nemen als het paspoort niet gevonden wordt. Wij met z'n allen een hele cabine doorgezocht, niet gevonden. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is mega vroeg. Ik heb gisteren ook een vroege dienst gehad, maar ik was een beetje laat met bedenken dat de camera nog opgeladen moest worden. Dus toen heb ik die niet kunnen filmen. Deze week is wel een leuke week, want ik had 4 vluchten. Gisteren had ik er dus eentje en vandaag ga ik naar Ibiza. De wekker ging om 5:30 uit mijn hoofd. Ik heb alvast mijn kleding aan, mijn make-up gedaan. En ik moet om 6:30 op Schiphol zijn. Oh ja, en waarom het een leuke week is? Is omdat ik morgen naar Dubai ga. In de winter vliegen wij ook naar Dubai. En dan mogen we een nachtje blijven slapen. En daar heb ik super veel zin in. Ik ga even snel mijn haar doen. Want dit mag natuurlijk niet. Dus ik zie jullie met een paar minuten. Nou, ik ben klaar. Haartjes zijn vast. En staart voor deze keer. Mijn haar mag dat, omdat het niet zo mega lang is. Leuk feitje misschien. Je haar mag in een staart 30 centimeter los zitten. Zeg maar in een staart. En anders moet het in een vlecht. Dan moet het echt vast. Vanwege de veiligheid. Ik zie jullie als ik op Schiphol ben. Nou, we hadden best wel wat vertraging, want ze staken in Frankrijk. Ze hebben een afgelopen tijd gekregen, die duurt iets langer. Oh, geen mooi uitzicht. Dus we hopen dat we 10:50 aanwezig te zijn. En dan snel weer door. Ik ga nu even snel wat eten met service gedaan. En ik heb me mega goed voorbereid, want ik ga wraps maken. Nou, het was mega druk. Dus we zijn nog maar op de terugweg. En we hebben al voor de drinks gedaan alles. Nu gaan we de sales doen. En Captain T kan vliegen. En deze keer echt. Dus ik ga even sales doen. Waardoor wordt die weer verkopen. En dan gaan we, als het goed is, alweer over een 30 minuten landen. Dus de vertraging viel hartstikke mee. Zo, nou. Na mega weinig gevlogd hebben vandaag, is ze weer thuis. Ik heb al lekker mijn koffie aan. Ik ga even mijn tas uitpakken. Even mijn huisje opruimen. Dan kan ik alweer mijn koffer gaan inpakken voor morgen. Want dan gaan we naar Dubai. Het was even spannend of ik überhaupt nog zou kunnen gaan. Want er wordt dus gestaakt op dit moment in Frankrijk. Waardoor wij dus een slot kregen vanochtend. Van 2 uur lang. En een slottijd is een tijd. Het kan druk zijn in het luchtruim. En dan is het dus gevaarlijk als er te veel vliegtuigen vliegen. Dus dan moet je later vertrekken. Het is nu 3:05. En dat is in principe, ik denk misschien max 30 minuten later dan wat het eigenlijk zou zijn. Maar als ik heel veel vertraging had opgelopen, dan was ik niet aan mijn minimale rusttijd gekomen om morgenochtend vroeg weer naar Dubai te gaan. En dan zou ik van Dubai afgehaald worden. Dus ik had even stress. Ik dacht, oh nee, straks kan ik niet naar Dubai. Gelukkig kan dat wel. Dit betekent alleen wel dat ik dus allemaal dingetjes moet gaan doen. Dus ik neem jullie zo mee in het koffer inpakken. En ik ga dus heel vroeg slapen. Want ik moet morgen om 5:30 melden. Dat betekent hier om 4:55 weg. Dat betekent hele vroege wekker. Hele vroege wekker. Dus lekker op tijd slapen. Ik weet niet wat ik mee moet. Er zitten al 2 jurks in, ondergoed. Nou, ik neem mijn bikini mee voor als we gaan zwemmen. Zo make-up natuurlijk en zo, maar dat heb ik morgenochtend nog nodig. Ik ben zo slecht aan inpakken. Ik ga maar 1 nachtje weg. Ik ga nooit maar 1 nachtje weg. Ik weet het gewoon niet. Oké, nou, ik ben even mijn eten aan het klaarmaken. Ik heb mijn koffer voor de helft ingepakt. Werkkleding, lange jurk, want ik weet niet hoe streng het is in Dubai. Gewoon jurkje, ja, jurkje met lange mouwen. Ik dacht, dan heb ik in ieder geval mijn opties. Schoenen gaan er nog in. Die heb ik even geprobeerd schoon te maken. Zo goed als ik kan. Dit is mijn werkkoffertje. Die heb ik dus sowieso standaard. Ik doe mijn boek erin, want het is een hele lange vlucht. Noedels voor als ik honger krijg. Ik heb net wraps gemaakt. Weer net zoals van vandaag. Nou, hier zitten gewoon standaard dingetjes in.
Ja, even wachten op mijn eten klaar is. Ik ga zalm met rijst en sriracha en zeewier. En ik ga even wat boontjes opwarmen. Dan ga ik zo even eten. Ga ik mijn afwas doen. En mijn bed leegmaken van koffers. Ik heb wel zin in Dubai. Ik ben heel benieuwd. Ik ben er nog nooit geweest. Maar ja, ik ben benieuwd hoe moe ik ga zijn. Want het is gewoon een hele lange vlucht. Een hele lange vlucht. Dus ja. Maar we gaan het zien. We gaan het zien. Goedemorgen. Het is de volgende dag. Ik heb net even snel gekeken. We hebben 160 mensen waarschijnlijk op de vlucht. 2 baby's. Ja, ik ben dus wel heel erg moe. Dus ik hoop dat ik, als we daar aankomen, nog genoeg energie heb om wat leuks te gaan doen. Ik wil heel graag naar de mall. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Nou, we zijn helemaal ready. Ik heb 2 koffers. En we gaan er vandoor. Nou, we zijn ondertussen echt aan meegenomen. Even zien waar we vliegen. De pijltjes zijn mee. We zijn op Dubai, dit is een busje. We zijn op de andere crew aan het wachten die ons vliegtuig in moet nemen of meenemen. We zijn bij het hotel en we gaan nu even naar de kamer even douchen en zo. En daarna gaan we lekker met z'n allen uit eten. Dus ik laat jullie zo even de kamer zien. Wow, dit had ik echt niet verwacht. Het is zo'n mooie hotelkamer. Kijk hoe groot. Wauw. Nou, ik ga even douchen. En dan zie ik jullie zo even omkleden en zo. Ik heb een jurkje aan. En ik heb er een vestje overheen gegooid. En we gaan nu naar het restaurant om even wat te eten. En daarna gaan we naar een soort beach bar, heb ik gehoord. Ik ben hier nog nooit geweest, dus ik heb geen idee. Ja, ik ben benieuwd. Ik zal wat filmen als ik tijd heb. Oh ja, ik wilde jullie toch even het uitzicht laten zien van mijn kamer. Ik zit namelijk op de 29e verdieping. Ik heb mega hoogtevrees, maar ik dacht ja, het is wel heel tof. Dus ik ga het jullie wel laten zien. Het is zo hoog. Nou, we zitten dus nu in het restaurant. Lekker te eten, we zijn net klaar. Dit is het restaurant. En we zitten lekker buiten te eten. En dit is het uitzicht. Echt super gaaf. We zitten nu in de marina. Nou, we zijn dus nu net klaar met eten. En we gaan nog even een drankje doen in een soort beach bar. En dan gaan we lekker naar de kamer en slapen. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag en we zitten nog steeds in Dubai, in het hotel. Ja, we hebben gisteravond gewoon lekker met de crew drankjes gedaan. Gewoon heel gezellig. Nu heb ik mijn kwartier verslapen, dus ik ga heel snel naar het ontbijt, want mensen zitten te wachten. En daarna gaan we heel veel naar de mall, heb ik begrepen, en daarna lekker bij het zwembad liggen. We hebben hier een Tim Hortons, dus we zijn nu allemaal koffie en wat eten aan het bestellen. Hoe vind je het? Lekker! Ja? Biscoff. Biscoff Timbit. Ik heb honey. Daar. Nou, ik ben de laatste spulletjes aan het inpakken. Ik heb mijn uniform alweer aan. En over 5 minuten gaat de wekker en gaan we naar beneden. Dan gaan we lekker naar huis. Nou ja, lekker. Liever hier gebleven natuurlijk, maar ja. Ik moet mijn tas nog in mijn koffer doen. En dan ben ik eigenlijk alweer zo goed als klaar. Dus ik zie jullie op het airport. Nou, we zijn bezig met instappen. En we wachten op de volgende bus. Dat komt dus nog hier daar aan. En daar in de verte zie je nog even snel de bus. We zijn weg. Er was net een beetje stress. Er was een vrouw op de neemvlucht, die was haar paspoort kwijtgeraakt. En wanneer iemand zijn paspoort kwijtraakt, ga je niet Dubai in. Dus dat betekent dan dat wij die persoon weer mee terug moeten nemen als het paspoort niet gevonden wordt. Wij met z'n allen de hele cabine doorgezocht, niet gevonden. Nou, passagiers in laten stappen, die nog een keer laten checken op hun stoel. Niet gevonden.
Nou, ik denk dat uiteindelijk haar paspoort gewoon in de tas zat. Want toen hoefde ze toch niet meer mee. En waarschijnlijk, omdat we hebben 132 passagiers uit de hoofd en 2 baby's. En omdat we niet vol zitten, hoeven we geen stop te maken in de boardbus. Want dat kan Tim heel goed uitleggen, toch? Dat kan ik uitleggen. Waarom moet ik al een stap in boerkas maken? Omdat het vliegtuig anders het niet haalt. Omdat wij moeten tanken. Je kan met de auto ook niet op één tank naar Madrid, toch? Nou, dit is dan net ver voor dit vliegtuig. We moeten erop. 1,5 uur, dus we zijn er bijna. We hebben zo'n leuke crew. Het is echt... zo blij met wat we getrokken hebben. We hebben het echt gezellig. Dus ik ben nu een theetje aan het zetten. Ik heb net de thee van Tim klaargezet. En ik heb nu het sterrenmunt van mezelf gedaan. Toch? Ja, sterrenmunt. De lichten zijn nu net uitgekomen. Zodat mensen even kunnen slapen. Aangezien het 3 uur later is in Dubai dan in Nederland. En zij zijn nu natuurlijk ook nog net aan die late tijd. Ja, en dan gaan we denk ik nog wel even op het BMC, het marktcentrum, een drankje doen om het af te sluiten. We hebben morgen allemaal weekend volgens mij. En gewoon even gezellig nog zitten voordat we weggaan. Want dan zit je echt never, nooit meer met de helezelfde groep. Het kan wel zijn dat ik bijvoorbeeld zondag met Tim vlieg en over 1,5 maand met Alicia. Maar nooit meer de helezelfde groep. Dat is wel jammer, want we hebben echt een hele leuke groep. Maar goed, we zijn 3 keer eten en drinken gaan verkopen deze vlucht. Omdat het zo'n lange vlucht is, dat is 7 uur en 1 kwartier. Echt heel lang. Goedemorgen, het is inmiddels alweer 2 dagen later volgens mij. Ik zit in ieder geval op mijn laatste dag weekend. Morgen moet ik weer werken, dus het is al 3 dagen later na Dubai. Ik heb het zo leuk gehad in Dubai. Maar ik was zo moe toen ik thuis kwam dat ik niet meer de camera heb opgepakt om de vlog af te sluiten. Ik ga vandaag naar een nieuw huisje kijken aangezien ik uit mijn antikraak moet. Heel snel iets anders geregeld om even te bezichtigen. Ik hoop dat jullie de vlog leuk hebben gevonden. Dat jullie een beetje een beeld hebben gekregen hoe het in Dubai was. En de rest van mijn werkweek natuurlijk. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog. Doeg!